Hoi, hier is een filmpje over vraag 14 tot en met 20 van het herexamenscheikende VWO 2011, de pilot variant. Beginnend met vraag 14, de vergelijking van de reactie tussen periet, water en zuurstof. Nou, het tekstje dat ik hierbij geplakt heb je daarvoor nodig. Periet, FeS2, staat ook in de tekst, reageert dus met O2 en H2O en erop staat Fe2+ en SO4-2-. Er is ook nog gegeven dat de pH wel gaat dalen als gevolg van het ontstaan van H+-ionen. Dus die krijgen we na de pijl ook nog. Nou, dan moet het kloppend gaan maken en dan staat er als aanwijzing dat de molverhouding FeS2H2O 1:1 is. Daar mag ik niks aan veranderen. Gaan we het kloppend maken? Nou, eerst even een 2 voor dat sulfaat, dan heb ik het zwavel kloppend en het Fe2+ kloppend. Ga ik met een tweetje hier ook ervoor zorgen dat het aantal haatjes klopt. Je moet natuurlijk ook nog zorgen dat de lading klopt. Op deze manier klopt de lading ook. Dus aan deze kant staan hier 2 plusjes en daar 3 plusjes. Dat is 4 plus en ook 4 minnetjes. Het enige wat hier nog niet klopt is het aantal O-atomen. Dus ik moet voor die O2 nog een ander getalletje krijgen. Nou, ik heb op dit moment aan de rechterkant van de pijl 8 O'tjes, links nog maar 1. Dus 3,5 O2, halve coëfficiënt mag niet. Dus op deze manier, met alles verdubbelen, krijg je een vergelijking die helemaal klopt. En kunnen wij naar vraag 15 gaan. Een mooi standaard KZ-sommetje. De vraag is hoeveel procent van SO4-2- is omgezet tot HSO4- bij een pH van maar liefst min 0,70. Nou, dan ga ik dus kijken naar het zuur HSO4-. Dat is in evenwicht met SO4-2- en H+. KZ kan ik dan van HSO4- opzoeken. Op deze manier SO4-2- en H+. Die rechts hier staan boven de streep en HSO4- eronder. In binas vind je het getalletje 1,0 mathliter macht min 2 bij deze KZ. Nou, dan kan ik met behulp van die pH de H+ uitrekenen. Dat is 10 tot de macht min pH. Dus in dit geval 10 tot de macht min min 0,70, oftewel 10 tot de macht 0,70. Let goed op dit minnetje dat je niet vergeet. Er ontstaat hier een concentratie van 5 mol per liter H+. Dat is hartstikke veel, maar de pH is ook negatief. Dus het kan nog wel kloppen. Nou, die 5 die ga ik invullen in plaats van H+ hier. En dan krijg ik dat SO4- keer 5 gedeelde HSO4- die 1,0 maal 10 min 2 is. Links en rechts door 5 deel. Kom ik hier op de verhouding SO4- HSO4- uit. 1,0 maal 10 min 2 gedeelde 5. En dat is 0,0020. Nou, nu moet ik nog naar het percentage gaan. Wat betekent nou die 0,0020? Dat ik naar verhouding 0,0020 mol van die heb op 1 mol HSO4-. Dus van de in totaal 1,002 mol is 1,00 mol in de vorm van het HSO4-. En die andere 0,002 mol in deze vorm. Percentage uitgedrukt, 1,000 gedeeld door 1,002 keer 100%, afgerond 101,0 mol 2% van het SO4- is omgezet in HSO4-. Kunnen wij naar de volgende vraag, 16. Weer een reactievergelijking met een tekstje erboven wat jij moet vertalen in een vergelijking. Nou, er staat glucose als organisch materiaal, dus voor de pijl de formule van glucose. Het reageert met behulp van SO4-2-, sulfaat, dus ook die komt voor de pijl. En wat ontstaat er dan? Waterstofsulfide H2S en waterstofcarbonaat. Die twee moeten na de pijl. Nou, dan ga ik gewoon kijken hoe ik hem kloppend kan maken, een beetje puzzelen en dan kom je hierop uit. De lading ook even checken of dat klopt. 6 minuutjes daar, 6 minuutjes daar en ook alle elementen kloppen. Naar de volgende vraag. Hier moet je bij behulp van binospel 49, dus daar moet je ook echt informatie uithalen, uitleggen waarom de pH van het water stijgt. Nou, nog even dezelfde reactievergelijking van net. En wat zie je hier gebeuren? Deze base verdwijnt, die base ontstaat. Dus SO4-2- is een base en er ontstaat 2 keer zoveel van een andere base. En dat is HCO3-. Gaan we kijken naar de sterkte van die twee bazen, dan is HCO3- ook een sterkere base dan SO4-2-. Staat in die minus tabel onder
S-vitamin. En dan doe ik dus binnenspel 49. Dus dat HCO3- is beter in staat om H-plus te binden dan het S-vitamin voor de pijl. Dat gebeurt gewoon meer. En het gevolg van is dat het pH stijgt. Komen we bij vraag 18. Dit is, vinden veel leerlingen, een hele lastige vraag. En er wordt uitgelegd dat als je in dat slib met zuur gaat reageren, dat er ijzer-2-sulfide en zinksulfide aanwezig zijn, maar ook hydroxide. En je moet dan aangetonen hoe je dat kunt bepalen. Dus daar moet je een plannetje voor verzinnen. Nou, dan moet je bedenken wat er gebeurt als je een zuur toevoegt. Dat sulfide dat zal reageren met het zuur tot H2S, dat is een gas, of het nou zinksulfide of ijzer-2-sulfide is. Hydroxide gaat ook reageren met het zuur, maar dan ontstaat H2O. Dus wat je gaat doen, je gaat er zuur bij doen, je gaat precies meten hoeveel zuur er nodig is om met dat slib te reageren. Hoef je verder niet echt toe te lichten, kun je allerlei titraties bijhalen, maar je meet gewoon hoeveel zuur er nodig is. Je meet ook hoeveel H2S ontstaat. Nou, dan kun je uitrekenen, als je weet hoeveel zuur je nodig hebt en hoeveel H2S ontstaat, hoeveel H+ nodig was om dat H2S te laten ontstaan. 2 mol H+ is nodig om 1 mol H2S te vormen. Als je nou meer zuur nodig had dan er nodig was om H2S te vormen, dan heeft ook een deel van dat zuur met de hydroxide gereageerd. En dan waren er dus ook hydroxide aanwezig, hè, naast die twee sulfiden. Gaan we naar vraag 19. Geef twee redenen ontleed aan de chemie waarom calciumoxide en natriumhydroxide geschikt zijn om het vervuilde mijnwater te zuiveren. Nou, om te beginnen zit er natuurlijk beide een baas in. Het O2-minion en calciumoxide en het OMN en natriumhydroxide zijn bazen. Dus beide stoffen kunnen dat verkenzuur, die zeer lage pH, neutraliseren. Het tweede punt is dat dat natriumhydroxide OMN bevat, dat is logisch. Maar calciumoxide, als dat in water oplost of het een beetje zuur reageert, krijg je ook OMN. En dus op het moment dat alles geneutraliseerd is, je gaat er meer natriumhydroxide of calciumoxide bij doen, dan voeg je dus eigenlijk OMN toe aan die oplossing. Het voordeel van OMN is dat het neer kan slaan. Het vormt een slecht oplosbaar zout met de ionen van zware metalen. Dus op die manier verwijder je ook de zware metalen. En hierbij dus twee verschillende redenen het basis zijn en het zorgt voor de neerslag waarom die twee calciumoxide en natriumhydroxide geschikt zijn om het water te zuiveren. Gaan we naar de vraag 20. Je moet uitleggen welk van deze twee nou het beste is. Welke de voorkeur heeft. En dan staat erbij. Het maximaal laadvermogen van een vrachtwagen wordt uitgedrukt in kilogram. Misschien een beetje een rare zin, maar dat zet je wel eventjes op het spoor waar je naar moet kijken. Je moet kijken naar de massa van deze twee bazen en de hoeveelheid H+ die die kunnen neutraliseren. Nou, zoek even de molaire massa's op. Binnenspel 98, 56,077 voor CaO en 39,997 voor NaOH. Calciumoxide is zwaarder, maar calciumoxide kan 2 H+ neutraliseren en natriumhydroxide maar eentje. Om 1 mol H+ te neutraliseren heb ik van het calciumoxide dus 56,077 gedeeld door 2, hè, omdat die 2 mol H+ kan neutraliseren, dus ruim 28 gram calciumoxide nodig. Natriumhydroxide kan maar 1 H+ binden, dus daar heb ik dan 39,9997 van nodig. Dus calciumoxide heeft de voorkeur. Per kilogram kan je daar meer H+ mee neutraliseren. En dan hebben we deze vraag afgerond.